King Wars. Er is veel, maar ook echt veel gebeurd in Kingdom Era. Helaas is onze broeder Timo vermoord in de strijd en zijn broeder Sam en Leon op hun pad. Het pad om Era te hervormen, maar zoals het altijd al is geweest. Ik weet echt niet wat we nou moeten doen zonder Timo. Het is gewoon te veel misschien. Ik ken hem nog niet zo lang, maar... Ja, we moeten hier weg. De orks zitten nog steeds achter ons aan. We zitten vlakbij, ja, bij de hoofdstad. Hier zit de hoofdstad volgens mij. Ja, ik zie het al. Ik weet niet. Nee, die is ook overgenomen door de orks. Als we Timo nog hadden, hadden we nog een kans om te winnen, maar... Met z'n tweeën hebben we geen kansen. Nee, we zijn gewoon met te weinig man. Er is gewoon geen kans voor ons. Nou, we hebben nog één elfenbroeder die ons misschien kan helpen, maar... Welke elfenbroeder? Thomas. Thomas. Maar ja, op zich heb je daar een punt. Want die ork die heeft gezegd dat die is dood is, toch? Of ja, dat klopt. Weet je wat dat betekent? Dat nu die is dood is, dat wij eigenlijk vrij spel hebben in Aloris. Dat wij met Thomas, dat we daar de boel kunnen overnemen. Wil je plunderen of? Nou, kijk, het was al van ons, hè. Het is altijd al van ons geweest. Everack terugnemen. Ja, maar waarom alleen het houden bij Everack? Kijk naar dit eiland. Dit is gigantisch groot. En met de hulp van Thomas zouden we dit wel kunnen overnemen, eigenlijk. Een era een nieuw bestaan geven. Ja, zoiets. Ik vind het op zich wel een goed idee, maar... Zou Thomas met ons mee willen? Want het is natuurlijk, dit was vroeger zijn land, hè? Ja, klopt. Ik zit er nog even over na te denken, want... Ja, laat in ieder geval gewoon... Ik denk dat... Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt helemaal niet. Wat kunnen we doen? Ja, Thomas... Ik denk niet dat er echt verder veel opties zijn. Of wel? Nee. Nou, dat is tweeën. Dat is gewoon zelfmoord plegen eigenlijk. Ja. Weet je, we gaan maar gewoon naar Thomas toe. Ik denk dat dat gewoon het simpelste is. Maar goed, dan laten we Timo hier maar achter. We zullen hem herdenken als het uiteindelijk van ons is. Dan zullen we dit, de verleider Timo noemen of iets in die richting. Ik weet het niet. Het klinkt misschien iets te overdreven. Maar het is goed. Nou, welke kant was het op? Ik weet dat we hier doorheen moesten. Maar ja, laten we maar gewoon gaan dan. Op naar Malmoy. Ja, of op naar Zarok zelfs. Laten we gewoon gaan. Die verdomde elfen. We zullen ze krijgen. En vooral die. Die. Leon. Goldrock. Wat moeten we... Zwijg! Wat er nu gaat gebeuren. Ja. We gaan ons klaarmaken voor de strijd. Ik voel dat dit niet gemakkelijk gaat worden. Jouw broeder, ik voel dat de elfen op hun hoogtepunt zijn nadat al hun geheime plannen succesvol waren. Zwijg, Trok. Nu is onze tijd dat we de laatste van hun ras zullen vernietigen. Er zijn toch nog een paar elfen die over zijn. Trok. Wat? Trok. Keizer Jaro contacteerde me. Hij vermeldde dat u binnenkort terug moet keren naar Andal. Voor de ceremonie des kracht om hem te kunnen voltooien. Ja, dat klopt. Eerst het stelletje elfen vermoorden. Het is tijd dat Andal weer zou lijden. Het is tijd voor bloed. Het is tijd voor oorlog. Trok, zorg ervoor dat alle orks klaarstaan. We moeten ons kosten wat kost niet op onze kop laten zitten. Ja, heer generaal. Goed, wat we nu doen is ons klaarmaken voor de strijd.
We gaan ze slachten. We vernietigen ze. Die verdomde, maar ook echt verdomde elfen. Volg me, Truck. Ik ga deze elf eens wat laten zien. Volg me, Truck. Ik ga deze elf eens wat laten zien. Wat we in petto hebben. Gegroet, broeders. Volgt u mij. We moeten even de groep aansporen tot de oorlog tegen de verdomde elfen. En jij ook, broeder. Ga mee. Oké, deze kant op. Volgens mij staan er nou wel een paar klaar. Laten we dit snel afhandelen. Gegroet, broeders. Gegroet, mede-orks. Wij, de Andal-orde des orks, zijn klaar. Klaar met die verdomde elfen. We laten ons niet op onze kop zitten. We gaan ons... Wij zijn de machtigste. Wij voelen geen pijn. Wij zijn klaar, klaar om iedereen en alles wat in onze weg staat uit te roeien. De orde des orks heeft al een keer overwonnen, wel vaker zelfs, meerdere malen over de gehele wereld. Waarom zouden we hier ons op onze kop laten zitten? Waarom zouden deze elfen hier wel kunnen winnen? Wij vernietigen ze! Wij zijn de orks! Wij zijn Andal! We zijn nu aangekomen in Zarok, de goede oude elfenstad van Thomas. Ik voel me wel weer een stuk veiliger, ondanks dat ik hier nog wel verbannen ben. Maar het komt allemaal wel goed. Oh, er liggen zelfs al bootjes in de haven. Laten we hier dan maar gewoon opgaan. Zo, uitstappen. En aan de kant. Het is hier lekker warm. Het is hier mooi weer. Na al die kou ben ik wel weer blij dat we hier zijn. De zon schijnt volledig. Het is hier echt gewoon geweldig mooi gebleven. Alles wat er gebeurd is met die piraten, is er maar fijn. Oké, soldaten. Gegroet, heren. Oké, we kunnen mooi doorlopen. Even kijken of er nog wat mensen... Ja, hier zijn nog wat mensen. Er ligt daar een lilypad op de grond. Maakt niet uit. Het is wat het is. Het is een mooie Zarok. En nog meer elfen. Het is goed om te zien dat Thomas nog zoveel mensen heeft na alles wat er gebeurd is. Groet. En daar staan al wat sterkere mannen. Even zien of ik hier wel langs kom. Gegroet, heren. Elfen. Oh, even. Ik ga eerst even aan koning Thomas vragen of jullie wel door mogen lopen. Je weet wel wie ik ben, toch? Dat maakt mij niet heel veel uit. Nou, doe wat je niet later kan. We wachten hier wel. We hebben wel tijd. Koning Thomas, er zijn mensen voor de deur. Oh, laat ze maar binnenkomen. Ik ben wel benieuwd. Oké. Je hoort het. We moeten door. Loop maar door. Oké, is goed. Gegroet, Thomas. Ah, Leon. Fijn om jullie te zien. Ja, fijn. Ja, het is wat het is, hè. Alles wat er gebeurd is. Nou, er is een hoop veranderd. Ook hier. Ja, wat is hier allemaal gebeurd? Want ik heb gehoord dat iemand hier dood is gegaan misschien. Ja, Ties. Maar hij is niet de enige, want ook hertog Milan is dood. Milan? En Milan en Ties, maar... Ik heb gehoord dat dat was. Maar hoe zit het dan met koning Gio en met... Die andere persoon die daar ook een beetje macht had. En Milan daar, ook een andere. Nou, volgens Milan. Mij zijn die ook allebei gestorven. Je bent er niet geweest? Nee, ik was op reis naar, zeg maar, voor familiezaken in Zephyrin. Familiezaken in Zephyrin? Oké, maar dat hoorde ik al een andere keer. Maar we zitten nu met serieuze zaken. Je kent Era nog wel, toch? Ja, tuurlijk. De orks die daar op het moment nu zijn, zijn op een hoogtepunt en ze willen echt koste wat kost alles daar in handen houden. Maar Sam en ik hebben misschien een idee om daar alles weer tot Elfenland te kunnen maken. Ja, is goed. Daar ben ik sowieso voor. Oké, want ik weet niet of je de legende kent van de Edriftiel. Ja, natuurlijk. Als je een sapling ervan weer in de grond zou zetten, zou het... alle duisternis van de wereld of van dat landschap kunnen verwijderen. Ja, dat klopt.
Dus wat mijn plan was met Sam, is om, ja, om daar eigenlijk gewoon die Idriftil sapling te plaatsen. Maar daarvoor hebben we wel een legermacht nodig. Nou ja, ik heb hier nog wel een klein leger. En verderop in de stad zijn er nog een paar soldaten. Dus ja, ik zag het. Ik denk dat dat wel goed moet komen. Oké, nou dat is goed. Maar wat is hier allemaal aan de hand? Want nu Dies dood is, wie heeft hier nog een leiding? Wat is er allemaal aan de hand? Nou, het is er maar in deze stad gewoon ik. Maar ik kan het eigenlijk nog niet echt officieel tot koning noemen. Want ik neem aan dat jij helemaal naar Eerda wil en daar wil gaan wonen, toch? Ja, dat klopt. Dan heb ik eigenlijk ook nog wel een suggestie van... Want je moet alle vier de sleutels hebben van alle vier de steden. Rhaegar, Etherrak, Yunkai en Zadok zelf. En ja, dan kan je pas koning worden. En ik heb natuurlijk hier de stad van. En ik heb van een paar inwoners, of nou ja, eigenlijk een soort van soldaten die de sleutel van Yunkai hebben meegenomen. Daarvan heb ik de sleutel gekregen voordat Yunkai werd opgeblazen. En Okay. Ik zou me dan afvragen of jij aan mij dan de sleutel van Etherrak zou willen geven als ik jullie help met Eerda te bevrijden. Ik vind dat een goed plan. Ik heb de sleutel, ligt nog in Etherrak. Ik heb hem niet meegenomen, maar hij ligt in een slaapkamer. Maar ik ben bereid om je te geven als je ons helpt. Van mij mag je hem nu eigenlijk ook wel hebben. Mm. Maar ik kan je hem alles te goed gebruiken. Oké, en dan vraag je eigenlijk om nog een keer hulp. Want zou je dan ook de vierde stand nog eigenlijk daarmee helpen om dat ook te veroveren? Nou, omdat alles nou dat we samen hebben meegemaakt, ben ik bereid om je te helpen. Oké, heel erg bedankt. En dat we zo, dat we dan zo samen Eerda kunnen overnemen. En dat we de elfen weer hun thuis kunnen geven die ze verdienen. Nou, alleen nog iets. Want ik was natuurlijk in Zephyrin en er is daar een soort van broederschap waar ik dan blijkbaar lid van ben. Door mijn vader, doordat we dezelfde bloedlijn hebben. En blijkbaar ben ik ook het broertje van koning Dennis. Wie is die gehele Dennis waar je over praat? Ik ken hem niet eens. Ken je de woestijn van Valeria? En de jungle van Morgrun? Ja, ik heb er wel eens wat over gehoord. Ik ben wel in Morgrun geweest, maar dan nooit. Nou, dan gewoon echt gewoon mijlen verder daaronder is een heel groot sneeuwgebied. Met allemaal grote kastelen en dat is dus van koning Dennis. Dennis. Koning Dennis. Wat is dat voor een land dan? Ja, sneeuwland, de woestijn of... Nee, het zit in de sneeuw. Oké, misschien moeten we daar maar een keer een bezoekje gaan brengen zo. Ja, alleen daar is het dus... Ik heb daar een of andere elfenboog gekregen die ik zeg maar van mijn vader heb gehad. En ook het boek hoe je het maakt. Dus ik zal hier vast het boek geven. Want je hebt daar ook wel spullen uit Eerda voor nodig. Alleen toevallig hadden wij in de opslag nog een paar spullen erover. En konden we een tweede elfenboog maken. Dus die geef ik maar aan jou. Oh, dank u. Dus dat zal vooral helpen met de oorlog. Een oude elfenboog. Nou, hopen dat deze me geluk brengt in de strijd. Ja. Maar ik denk dat... heeft u uw leger al klaar om dan binnen te vallen? Wanneer zou u willen aanvallen? Ik denk zo snel mogelijk, want we willen niet dat de orks sneller of sterker worden. Ik ben het met je eens. Wij maken ons ook al klaar. Ik denk dat je nog wel wat spullen hebt liggen, want Sam's schoenen zijn kapot, zoals je kan zien. We moeten er even nieuwe voor hebben. Ja, is goed. Oké, dan spreken wij u later. Gegroet. Gegroet. Oké, volg mij Sam, we gaan er vandoor. We gaan ons klaarmaken.